Ja, het was wel even puzzelen van, oké, hoe gaan we dit aanpakken? In de situatie waar wij ons nu in bevinden, is het gewoon vanuit financieel aspect interessant dat ik fulltime ga werken. Eigenlijk heb ik al heel snel de keuze gemaakt van, dan ga ik wel een dag minder werken. Dan neem ik een dag ouderschapsverlof op. Hij gaat 1 dag naar de opvang, 1 dag naar zijn oma en voor de rest vangen wij hem eigenlijk op. Ik vind de kosten voor kinderopvang exorbitant hoog. Een vrouw doet een stap terug in carrière, terwijl er genoeg mannen zijn die vreselijk jaloers zijn op Shady, dat Shady 2 dagen heeft met Akira. Ik zou het wel kunnen, fulltime vader. We hebben vooraf geen rekensom gemaakt. Qua kosten hebben we er ook nooit naar gekeken. In principe hebben we niet echt heel erg gekeken naar wat de financiën zouden zijn, voor wat voor kosten we zouden hebben. Wat zijn eigenlijk de gevolgen voor je portemonnee? Voor het volledige financiële plaatje en om precies uit te rekenen wat je netto te besteden hebt, telt veel meer mee dan alleen je salaris. En dat is best wel ingewikkeld. Een voorbeeld. Een gemiddeld Nederlands stel verdient samen zo'n €4.000 netto per maand als zij beide 5 dagen per week werken. Dan krijgen ze kinderen. Hoe gaan ze zorg en werk verdelen? Het Nibud berekende voor 3 scenario's wat de gevolgen zijn. Laten we ze bekijken. Als 1 van de 2 geheel stopt met werken, houden ze €2.400 netto in de maand over. Als 1 van de 2 3 dagen gaat werken met 3 dagen kinderopvang, houden ze €3.200 netto over. Als beide 4 dagen gaan werken met 3 dagen kinderopvang, houden ze €3.300 netto over. In alle scenario's is rekening gehouden met de kosten van de kinderopvang en de kinderopvangtoeslag. Wist je dit? Ik heb hier echt nog nooit over nagedacht. Ik wist niet dat je, als de meest verdienende minder gaat werken, dat het onder de streep ook nog voordeliger kan zijn. Ja, nee, dat is inderdaad wel een eye-opener. Wel interessant om, naar te kijken. Nee, dat is waar. Ja. Ik denk dat het wel handig is als je dat zou kunnen uitrekenen. Omdat je op die manier gewoon veel beter de afweging kunt maken van wat gaan we doen. Misschien moeten we iets meer gaan uitzoeken. Ja. En gaan kijken van wat voor ons de mogelijkheden zijn. Vind jij ook wel? Ja. En we ook graag meer tijd met zijn vader. 1 op de 3 stellen laat zich door financiële redenen weerhouden van hun ideale verdeling van zorg en werk. En dat terwijl het financieel soms anders uitpakt dan je denkt. Je keuze maakt uit. Dus maak deze financieel bewust